in een gezellig slootje. Niemand dan mijn vriendin, ik alleen, 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 alleen.
Nou, wij liggen voor een bruggetje aan de steiger, even te wachten. Ja, waarom even wachten? De brug wacht even pauze van 12 tot 1. En wij waren hier 1 minuut voor 12. En toen zagen we hem net inderdaad in de auto stappen. Die man heeft ook pauze nodig natuurlijk. Nou, ondertussen even gestofzorgen, even gedweld, even een broodje gegeten. En dan moet ik achter nog even dweilen. Het is inmiddels alweer 10 voor 1, dus we kunnen zo alweer weg. De tijd gaat ontzettend snel. Vreselijk, mag wel wat langzamer gaan eigenlijk. Als je op vakantie bent. Maar ja, doe je niks aan. Maar wij kunnen zo weer varen.
specifiek, Barry. Voor mij is daar een mooi plekje voor ons nog. Ja, nou, dat kan. Ik hoop dat we gewoon liggen. Je kunt een stukje verder vragen in het dorpje, maar ik weet niet of je dat kunt. Je bent in Noorderwest natuurlijk, hè? Geen nee, idee. En of dat plek is, inderdaad. Ja. Nou, maar goed, het lijkt me een heel leuk dorpje. Je gaat gewoon hier liggen en dan loop je het dorp in. Dan zie je wel hoe het terechtkomt. Kieken wat wat. Nou, wij zijn aangemeerd in Makkum. Hallo Barry. Hoi. En zie je dat mooie oude pand daar? Nou, daar zit aardewerk in. Ik kan het niet zo goed lezen wat daarboven staat. Iepen? Iepen aardewerk? Nou goed, in ieder geval aardewerk. Dus gaan we straks even kijken hoe we naar de overkant moeten komen, want dat vind ik wel erg leuk. Zwemmen. Nou, wij lopen even het dorp in. Nou, en het ziet er al super leuk uit. We staan nu op een de verzetsbrug uit 1980, goed bouwjaar. Kom ik ook vandaan. Nou, we gaan even het dorp in. Aan de linkerkant zit Hotel de Prins. Daar is de sluis. Dan ga je de sluis uit. En hier heb je een hele grote schipverf. Ik ben benieuwd wat voor schepen daar worden gebouwd. En we gaan even verder met onze wandeling. Hier zou je ook nog kunnen aanmeren, als je dat wil. Met de windkracht 5. Zo blijft een mooie achterkant. Nou, wij zitten hier even op het terras. Bij pand 1738. Superleuk tentje. Je hebt hier meerdere terrasjes trouwens. Daar heb je ook terrasjes, maar daar zitten de stoelen niet voor in. Leuk dorpje. Makkum. Erg leuk. Nou, wij lopen het centrum en weer uit. En daar staat nog een ontzettend leuk kerkje. Je ziet trouwens veel antiek schuur verkopen. Ja, leuk centrum in ieder geval. En we gaan nou even naar Tichelaar, naar dat aardewerkbedrijf. Hele mooie oude, mooie gevels, mooie huizen, leuk dorpje. Morgen willen we eigenlijk weer naar Sneek. Maar volgend jaar
kom je zeker terug, toch Barry? Als het mooi weer is, met een strandje. Heerlijk. Nou, snakken naar Tichelaar. Meer dan 450 jaar aardewerk moet gezien worden. Wij wachten niet langer en gooien de zaak weer open. Wat leuk. Het is een expositie. Ik dacht dat het een winkel was. Maar dat is het dus niet. Nou, wel erg leuk. Maak hem eens voor alle generaties. Echte door de vergrijzing komt vernieuwing niet meer vanzelf. Daarom is jonge energie nodig. Wat leuk. Wat ontzettend leuk. Nou, alle tegels inderdaad, wat ze allemaal hebben gemaakt. Poppenman. En dan staat het hier ook op papier inderdaad waar het is gemaakt. Leuk hoor. Nou, erg leuk. Met zeerslip, hè? Ja, hoe leuk is dat dan? Ik vind het heel mooi, hoor. Wat gaaf. Regen van oude opdrachtorders. Allemaal oude opdrachten. Wat leuk.
Ja. Nee. Zijn dit dan de dingen uit het schip? Nou, er is ook nog een expositie in het museum, De Gezonken Schat. Makkeme schippers voeren eeuwenlang schipsladingen vol met bouwmaterialen de Zuiderzee op. 250 jaar later wordt bij toeval een volgeladen tjalk teruggevonden. Ja. Een waardevolle lading. Borden uit de 18e eeuw. Geweldig. 6 miljoen borden, 58 miljoen handtegels, 600.000 borden. Ongelooflijk, hè? In 170 wordt dit heel veel. Ongelooflijk, ja. Hey Bo. Nou, tussen de borden zaten restanten van stoor, dat als bescherming dus had gediend. Nou, de moeder is eraf gegaan en ze lazen een oog in het cel 1752 met onder het belangrijkste woord, makkem. Wat leuk zeg. Ja, dakpannen inderdaad. En borden hebben ze ontdekt. Nee, hier liggen we trouwens dan weer. Buiten. Ja, daar liggen wij. ...2002 een opzienbarende vondst. Ja, dat geloof ik. Erg leuk om dit de tjalk inderdaad, waar de lading in is gevonden. En zelfs zo'n tjalk staat ook bij het havenkantoor, hè? Hmm, 2 november 1752. Het schip zijn weer zwaar beladen. Het schip is dus gezonken. Makkem had ooit 2 sluizen. Oké. Dat is een belangrijk handelscentrum. Oké. Nou, mensen, in ieder geval echt de moeite waard om hier eventjes dit museum te bezoeken. Je kunt zo naar binnen lopen, gratis entree, hartstikke leuk. Oh, met zo'n eigen
in een gezellig slootje. Niemand om ons vriendje.